Mensengroep Amsterdam in verband met deze Adecco. Het uitzuigbureau. Uitzendbureau natuurlijk. En we weten natuurlijk allemaal hoe uitzendbureaus werken. Namelijk, ze geven je een kutcontract zonder rechten. En als beloning daarvoor nemen ze de helft van je loon af. Deze Adecco en samen met Randstad maken het nog bonter. Zij verdienen grof geld door het onderdrukken en gevangen houden van vluchtelingen. Namelijk, ze leveren bewakers aan vluchtelingengevangenissen waar mensen zonder papieren worden vastgehouden. Op deze plekken, deze vluchtelingengevangenissen, zijn al meerdere mensen overleden en hebben zelfmoord gepleegd vanwege de gruwelijke omstandigheden en uitzichtloosheid. Om de ernst van de situatie te schetsen, lees ik een korte lijst van slachtoffers op. 2009, een onbekende man in Alphen aan de Rijn, vluchtelingengevangenis. Zelfmoord in een tweepersoonscel. Justitie ontkent, maar zegt wel dat er een zelfmoordpoging gedaan is. De celgenoot is na het overlijden geklinkerd. 20 juni, een onbekende man, weer Alphen aan de Rijn. Man had last van buikpijn voor hij overleed. Waarschijnlijk geen medische zorg gehad. 23 juni 2009, meneer Seydoux, Baaisboot Zaandam, pleegde zelfmoord door zichzelf te burgen met een theedoek. De celgenoot moest daar isoleer in. Er zijn slechts een aantal voorbeelden van slachtoffers. De meeste moorden en zelfmoorden bereiken ons niet eens wat de staat stilhoudt. En dat beleid kan alleen worden uitgevoerd dankzij bedrijven als Adecco. Daarom staan al 2 jaar lang in heel Nederland anarchistische groepen op straat om campagne te voeren tegen deze uitzendbureaus. Om mensen duidelijk te maken dat opsluiten van gevluchte mensen geen ver van je bedshow is, maar hier voor onze neus wordt gefaciliteerd door de Adecco. Omdat hun personeel meewerkt aan het opsluiten, mishandelen en overlijden van vluchtelingen. Omdat zij daar enorm veel geld mee verdiend hebben. In 2008 495 miljoen euro winst. We zullen doorgaan tot alle mensen vrij zijn. Tot bazen en slaven tot het verleden behoren. En tot alle uitzendbureaus en elke gevangenis kapot gebeukt is.